De ware momenten van geluk, die bevinden zich in die kleine momentjes, tussendoor. Als je even stilstaat en rustig aandoet. Maar hoe doe je dat? Hoe ontspan je je rusteloze mind ook tijdens een drukke dag? In deze miniserie neem ik je mee in mijn rituelen voor innerlijke rust. En dat doe ik samen met Rituals en de Ritual of Jing. Hallo, hallo. Wat leuk dat je kijkt naar deze video. Aflevering 3 van Sunny brengt rust. We hebben het eerder gehad over slaaptips. We hebben het gehad over het belang van in het moment zijn. En vandaag wil ik het hebben over rustiger aandoen. Dat betekent minder doen. Dat betekent bewuster kiezen. Rustiger aandoen betekent ja zeggen tegen nee. Waarom voelen we ons vaak zo schuldig om nee te zeggen? Ik neem je erin mee. Ik heb er zelf ook heel veel moeite mee gehad. En waarom is het zo belangrijk om af en toe gewoon even helemaal niks te doen? Waarom word je daar juist productiever van? Ook daar gaan we het over hebben. Ik denk dat het komt omdat nee zeggen schuldgevoel met zich meebrengt. Je moet je bewust zijn van je grenzen om nee te kunnen zeggen. En we willen anderen vaak niet teleurstellen. Ik heb zelf ook heel lang een oordeel gehad op nee. Ik vond het egoïstisch. Ik wilde iemand zijn die er is, die er altijd is voor een ander. Daarom zei ik gewoon altijd ja. Zeker in het begin van Sunny zoekt geluk. Toen kreeg ik heel veel e-mails wat ik echt te gek vond. Met allemaal vragen, levensvragen op basis van mijn YouTube kanaal. Het was 2013 dat ik begon. En ik heb nachtenlang, tot ik schril keek, heb ik e-mails zitten typen. Naar allerlei mensen, eigenlijk denk ik een soort coaching per e-mail. Ik heb er wel heel veel van geleerd hoor, dus het was absoluut niet alleen maar negatief. Het was alleen, het kostte me gewoon heel veel energie. En het zorgde ervoor dat ik op een gegeven moment het ook niet meer leuk vond. Dat ik zelfs bang was om nog meer vragen te krijgen. Maar ik vond het zo moeilijk om nee te zeggen, want dat is onaardig. Die mensen sturen helemaal een bericht aan mij. Hoe moet je dat dan doen? Nou, daar komen we zo op. Ik heb ook, dat herkennen alle freelancers, heel vaak ja gezegd tegen opdrachten die ik helemaal niet wilde doen. Maar ik was als de dood dat ze me dan niet meer zouden vragen. En inmiddels weet ik dat dat heel vaak helemaal niet zo is. Zolang je het maar helder kunt aangeven. Ik ben vroeger ook heel vaak naar sociale verplichtingen. Verplichtingen, het woord zegt het al. Het is helemaal geen verplichting, maar zo voelt het dan. Maar naar allerlei feestjes, borrels van werk. Dingen, netwerkdingen dat je denkt ik moet daar zijn. Want dat gaat mijn werk opleveren. Maar ook verjaardagen toegegaan. Waar ik helemaal geen puf voor had. Dan was ik gewoon uitgeput. En dan ging ik toch erheen. Ik wilde aan iedereens verwachting voldoen. En dat putte me totaal uit. Als je ja zegt tegen iedereen, dan kom je nooit toe aan wat je zelf wilt. Dat heb ik uiteindelijk ervan geleerd. Ik ben gaan kijken, dat is ook mijn hele zoektocht naar geluk geweest. Maar ik ben gaan kijken naar wie ben ik dan, wat wil ik en waar sta ik voor? Want als je beter weet waar je voor staat, als je beter weet wat je wilt, dan is het ook veel makkelijker om nee te zeggen. Ik zei net al dat ik het belangrijk vind dat ik er wil zijn voor de ander. Maar een kernwaarde van mij is authenticiteit. Dus puurheid, echt luisteren naar mezelf, eerlijk zijn naar mezelf. Als je het dan hebt over die verjaardag waar we het net over hebben. Hè? Er naartoe gaan terwijl je eigenlijk geen zin hebt. In hoeverre, als ik dat doe, in hoeverre luister ik dan echt naar mezelf? Hoe authentiek ben ik dan? Niet heel authentiek. En als ik daar zit en ik heb eigenlijk niet echt zin om daar te zijn. In hoeverre ben ik er dan echt voor de ander? Niet echt, toch? Dus wat ik liever doe als we het hebben over bijvoorbeeld verjaardagen, sociale verplichtingen. En ik voel dat het me gewoon leeg gaat zuigen. Ik voel dat ik er gewoon niet de energie voor kan opbrengen. Dan ben ik liever eerlijk naar die ander. Dus dan bel ik die vriendin op. Dan zeg ik, oké, luister, ik weet dat het heel belangrijk voor je is dat ik er ben. Maar het lukt me gewoon niet om er te zijn vandaag, want zus of zo. Maar, en dat helpt altijd heel goed. Ik wil voorstellen om jou mee uit eten te nemen. Dat wordt dan je verjaardagscadeau. Dan is diegene toch weer blij, want die heeft iets anders om naar uit te kijken. Dus dat is hoe ik het dan vaak aanpak als het gaat om sociale verplichtingen. Als ik met goede vrienden, die wil ik natuurlijk niet teleurstellen. Maar ik voel me helemaal niet verplicht als het over werk gaat of dingen nee zeggen tegen werkvoorstellen. Voel ik me echt niet verplicht, en dat ben jij ook niet, om met een reden te komen. Nee is ook gewoon nee. En heel veel mensen die mij e-mailen weten ook dat ik heel vaak terugmail met het antwoord nee. Ik kan het niet doen, want ik focus me op dit moment op dit. Of ik focus me op dit moment op 3 andere projecten. En daarom is er geen ruimte voor dit. En dat voelt heel goed en dat voelt heel krachtig naar mezelf. Dat ik daarin mijn eigen grens bewaak.
En hoe vaker ik dat doe, mijn grens bewaken, hoe beter ik erin word. En hoe meer ik ook groei, hoe krachtiger ik me ook voel. Want het voelt heel goed om, stel je voor dat ik heel moe ben en ik ben dus niet gegaan naar dat feestje en ik lig lekker lui op de bank. Ah, dan kan ik daar helemaal van genieten. Dan heb ik ook geen schuldgevoel meer. En weet heel goed wat je wilt. Dus op werkgebied heb ik ook een aantal doelen gesteld voor mezelf. Ik heb een doel voor Sony Zoekt Geluk. Ik heb een doel voor het online programma. En als er dan werkvoorstellen langskomen en ik twijfel of ik het moet doen, dan kijk ik gewoon, oh ja, past dit bij mijn grote doel? Nee? Dan is het gewoon heel simpel een nee. En overal waar je nee tegen zegt, dat schept ruimte voor ja. Dus dat houdt tijd over voor iets anders wat misschien wel kan helpen bij mijn grote doel. Ik heb het nu natuurlijk over nee zeggen tegen anderen. Maar het allermoeilijkste is misschien nog wel om nee te zeggen tegen jezelf. Nee te zeggen tegen je to-do-lijst. Nee te zeggen tegen alle verplichtingen. Alles wat je moet van jezelf. Dat merk ik nu ook heel erg aan de deelnemers van ons online programma. Heel veel mensen, elke week komt er een les online. En iedereen wil het liefst meelopen, dus niet achterlopen. En dan krijg ik heel veel e-mails over, ja, ik baal zo dat ik achterloop en ik heb dit en dat is me niet gelukt, want ik ben druk en het leven gebeurt. En dan willen ze eigenlijk toestemming van mij om te zeggen, hey, het is oké. Okay. Want dan zeg ik dan ook, het is oké. Okay. En gek genoeg, als dan de ander, in dit geval, als ik dan zeg, het is oké okay om achter te lopen, het is oké okay om je deadline uit te stellen, ha, dan is het goed. En dat vind ik zo fascinerend, dat we dus kennelijk heel erg behoefte hebben aan de toestemming van de ander. Maar kunnen we niet wat vaker toestemming geven aan onszelf? Gewoon zeggen, nee, het lukt nu niet. Ik stel mijn doel bij. Ik stel mijn deadline uit. Dat is ook oké. Rustiger aandoen is eigenlijk gewoon niet minder dan alle ruis die je nu ervaart, zoveel mogelijk terugbrengen en verminderen. Dus kijk eens om je heen in jouw leven. Waar krijg je nou het meeste gedoe van? Zijn het apps op je telefoon? Gooi ze weg. Zijn het allemaal notificaties? Zet ze uit. En zorg ervoor dat je regelmatig een time-out neemt. Gewoon even helemaal niks doen. We voelen ons daar ook zo vaak schuldig over. En dat we dan even niet productief zijn. Of we voelen ons schuldig naar de ander toe. Wat zullen ze wel niet van ons denken als we even aan het niksen zijn. Maar even echt helemaal niks doen. Geen gedachten hebben, of tenminste, we kunnen niet geen gedachten hebben, maar gewoon je gedachten op zijn beloop laten. Dat is juist heel erg goed voor je productiviteit. Heel veel studies die tonen ook aan dat als je gewoon eventjes helemaal niks doet, dat je angstgevoelens verminderen, dat je stress vermindert, dat je humeur verbetert. En juist daardoor worden we productiever. Je laat gewoon weer even helemaal op. En dat is super belangrijk. Dus neem dat me-time momentje helemaal. Laat je er even helemaal lekker in wegzakken. Zonder schuldgevoel. Ga lekker in bad. Verwen jezelf. Scrub, smeer. Doe wat goed voelt voor jou. Lak je nagels. Neem een extra lange theepauze op je werk. Het kan zo simpel zijn als vlak voor het avondeten gewoon eventjes zitten en even alle tabbladen sluiten. That's it. Nou, doe een beetje rustig aan. Ik wens je veel succes met nee zeggen de komende tijd. Want nee zeggen is ja tegen jezelf. En ik hoop je volgende week weer te zien. Ciao, ciao!